Lennart T. Vorige week natuurlijk een mooie wedstrijd. Voor jou je eerste goal. Hoe kijk je terug op die wedstrijd? Ja, we zijn natuurlijk heel blij hoe de wedstrijd is verlopen. Vooral in de eerste helft. We hebben uiteindelijk voor de eerste keer gewonnen dit seizoen. Ik kon één doelpunt scoren. Dus we waren heel blij. Maar nu is het weer één dag voor de volgende wedstrijd. Dus focus ligt daarop. Is het wel lekker om van die nul af te zijn en dat je je eerste goal te pakken hebt van het seizoen? Ja, zeker. Je hoopt eigenlijk nu dat iets los is, dat meer doelpunten gaan volgen. Hebben jullie teruggekeken op die wedstrijd wat er goed ging en wat je mee kan nemen richting morgenavond? Ja, we waren vooral in balbezit in de eerste helft heel echt sterk. Hebben over de hele tijd eigenlijk veel kansen gecreëerd en ook die omschakeling direct na balverlies was prima afgelopen zondag. Maar is hetzelfde morgen weer opnieuw. Maar was die eerste helft, jij hebt natuurlijk wat langere tijd gehad om erop terug te blikken. Was dat een van de bestere helften van Sparta sinds jij bij de club zit? Ja, ik zou zeggen van dit seizoen ja, zeker. Maar afgelopen seizoen hebben we ook meerdere wedstrijden goed gespeeld, dus de beste zou ik niet zeggen. Wat wel een verschil is met die helft van vorig seizoen is dat je hem nu ook speelt voor in dit geval nog 7000 supporters. Vanaf volgende week zitten er weer 10. Is dat, merk je dat je daar meer plezier uit haalt nu je acties daadwerkelijk gejuich en ander soort commentaar oplevert vanaf de tribunes? Ja, zeker. De hele sfeer is nu echt anders. Ik ben heel blij dat zij weer mogen komen. Ook om doelpunten te vieren of is het alleen tackling? Dat kan nog iets meer uit je uithalen. En ja, ik ben het niet vergeten, maar ik ben bijna voor de gasten aan het jeugd geweest. Dus moet ik echt een beetje omdraaien nog. Ja, want je hebt niet eens gewoon op de tribunes dat je met mensen mag vieren. Ja, dat is heel leuk en moet zo blijven. Het is een belangrijke maand met vier ploegen, in principe concurrenten die je treft. De eerste heb je gewonnen. Wat verwacht je van de komende drie? Te beginnen met morgenavond NEC. Ja, we hebben natuurlijk van die drie twee thuis. Tegen ploegen zeg maar, van ons niveau, waar wij natuurlijk thuis punten moeten halen. Want die tegenstander van de top komen alle nog. Dus we moeten heel scherp zijn de hele week nu. En maximum uithalen. Ja, want dat zijn 10 dagen inderdaad waarin je opperste concentratie nodig is. Ja, dat zeker. Wat denk je van morgen? Ja, morgen wordt moeilijk. Ik denk, ze zijn heel compact. We hebben nog zo'n beetje die euforie van de promotie. Dus een gevaarlijke ploeg, maar wij spelen thuis en dat willen we laten zien.